Hi, superleuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video ga ik jullie een aantal nieuwe producten van Cartrice laten zien. Ook Cartrice heeft twee keer in het jaar een assortimentsupdate. In februari met voorjaarsproducten en in augustus met najaarsproducten. Het is dus nu tijd voor de najaarsproducten. En ik heb weer een aantal producten besteld waar ik zelf heel erg geïnteresseerd in was. Ik heb ze via het internet besteld omdat ik ze daar met een flinke korting kon kopen. Dus ik ga je laten zien waar ik zelf heel erg benieuwd naar ben. Ik zal de producten ook wederom niet swatchen, omdat dat er niet mooi uitziet voor mijn blogfoto's die ik ervan wil maken. Maar mocht je ergens nog een video van willen zien, mag je het altijd laten weten in de comments. Goed, tijd om te gaan kijken welke producten er onder andere nieuw zijn in het assortiment van Cartrice. Ik begin even met twee nieuwe blushes. Dit zijn namelijk de Air Blushes en ik heb hem in een matte en een glow variant. Ik heb hier allereerst de matte. Je had ze in diverse kleuren. Ik heb hem in de kleur 120 Berry Breeze. Het is een matte blush met een hoge gepigmenteerde textuur. Maar die heel licht aanvoelt. Hij heeft een leuk patroontje. Hij ziet er zo uit. En ik ben over het algemeen best wel fan van de blushes van Cartrice. Dus ik heb dus allereerst de matte variant. Maar ik heb ook dus de glow variant. Die ziet er dus zo uit. Deze heeft de naam 020 Cloud Wine. En dit is dus een blush met een glow. Ja, dat is ook eigenlijk alles wat erop staat. En die ziet er dan zo uit. Ook hier hadden ze meerdere kleuren van. Maar deze twee kleuren vond ik zelf het mooiste om te proberen. Dus allereerst twee nieuwe blushes. Dan heb ik ook twee nieuwe mascara's. En dit zijn de Boost Up en Lift Up mascara's. Ik heb al eerder van deze mascara's geprobeerd. Dat was een blauwe, lichtblauwe en rode verpakking. Maar ze hebben dus nu nieuwe varianten uitgebracht. Zij beginnen met de Boost Up mascara. Deze heeft een White Lash Complex. Deze belooft dus volume en lash boost. Hij heeft de naam 010 Deep Black gekregen. Dus ik was wel heel erg benieuwd. Leuke oranje verpakking. Even naar het borsteltje kijken. Heeft niet mijn favoriet. Ik had het idee dat die bij de andere mascara toch iets anders was. Maar oké, dat vond ik op het persbericht ook een beetje lastig te zien. Ik ben wel heel benieuwd naar deze mascara of die doet wat die belooft. Dus dat is de Boost Up mascara. Dan heb ik dus ook de Lift Up mascara. Deze is Power Hold Waterproof. Het is een volume en lift mascara. Ik ga er eigenlijk een beetje vanuit dat het borsteltje hetzelfde zal zijn. Maar dat weet ik dus niet 100% zeker. En het is dus niet zo, want het borsteltje is anders. De vorm is iets anders. Het is wel even goed het borsteltje waar ik niet heel erg voor warm loop. Maar qua vorm is die wel anders als van de Boost Up mascara. Maar desondanks ben ik wel heel benieuwd naar deze twee mascara's. Dus die vond ik ook wel heel tof. Dan heb ik ook nog een Super Prime mascara base. En dit is dus zo'n basis die je kunt aanbrengen voordat je een kleurmascara aanbrengt. Hier zit castorolie in. En ja, die verzorgt eigenlijk gewoon je wimpers. Dus eigenlijk maakt hij ze een beetje klaar voordat je dus een mascara gaat aanbrengen. Dit is dan een borsteltje waar ik wel heel blij van word. Hij zal er wit uitzien. Althans, dat is de ervaring wat ik normaal heb met basismascara's. Base mascara's moet ik zeggen. Hij ruikt niet per definitie heel erg naar mascara. Ik ruik echt een beetje die castorolie. Dus ik ben wel heel benieuwd naar de base. Ik heb wel vaker bases gehad. Was ik niet altijd even enthousiast over. Maar deze zag er wel interessant uit. Dus dat is die. We gaan ook gewoon een beetje graaien. Dan heb ik een Glowy Fire Illuminating Primer met watermeloen extract. Dat is deze. Deze ja, is dus eigenlijk een primer waar een glow in zit. Dus ik ben wel benieuwd of dat ook daadwerkelijk werkt. Want dat is niet altijd het geval. Hij zal met een pipetje werken, ga ik vanuit. Oh ja, zie. Oh, hij is best wel donker van kleur.
Ik ben wel benieuwd of je echt die glow gaat zien. Want dat wil nog wel eens wat tegenvallen. Maar deze zag er ook wel heel leuk uit. Dus hier was ik ook erg nieuwsgierig naar. Even kijken hoor, wat hebben we nog meer? Oh ja, hier hebben we de Lip Loving Overnight Lip Mask. Nou, ik ben echt dol op lipmaskers. Ik heb wel eens een lipmasker geprobeerd uit een limited editie van Catrice. En daar werd ik altijd heel blij van. Maar er zit er dus nu eentje in het standaard assortiment. Het heeft de naam 010 Bedtime Beauty. Dit kun je gewoon lekker aanbrengen voor je gaat slapen. Dat kan dan lekker intrekken. En dat is dan zo'n boost voor je lippen vaak. Hij ruikt ook heel lekker. Hij ziet er zo uit. Leuk roze kleurtje. Dat kun je gewoon lekker aanbrengen. Want eigenlijk tegenwoordig heb je voor zoveel lichaamsdelen maskers. Voor je voeten, voor je handen, voor je lippen, nou, voor je gezicht. Je kunt het zo gek niet bedenken of er zijn maskers voor. Dus hier ben ik ook wel erg benieuwd naar deze lipmasker. Dan heb ik voor de lippen Catrice Sparkle Glow Lip Balm. Dit is dus een lippenbalsem met een glow. Hij heeft een gouden verpakking, wat er leuk uitziet met witte stippeltjes. Vind ik wel heel erg vrolijk. Wauw, hij ruikt heel lekker. Maar kijk, hij heeft ook echt glitters. Ik hoop dat jullie het goed kunnen zien. Hij heeft hele mooie glitters. Wauw, hoe leuk is dat? Oh, ik denk wel echt dat dit een sparkle gaat geven hoor. Ik vind hem ook echt heel lekker ruiken. Er staat verder niet zo heel veel op. Maar ik heb een beetje het idee dat hij naar vanille ruikt. Maar dat durf ik dus niet met 100% zekerheid te zeggen. Omdat het me niet heel erg duidelijk wordt wat er achterop staat. Maar ik vind hem wel echt heel leuk te uitzien met die glitters al. Dan heb ik ook weer een nieuwe primer. Dat is de Correction Anti-Redness Primer. Dit zijn de primers waar ze vorig jaar mee zijn gekomen. Dit is dus een nieuwe variant. Dit is dus gewoon zo'n groene primer die roodheden zou verbloemen. Nou, momenteel heb ik last van best wel wat rode vlekken. Dus dat kan ik best wel goed gebruiken. Hier zit Cica en Alanchon in. Ik zal het vast verkeerd uitspreken. Hij zou de huid kalmeren en ervoor zorgen dat je make-up dus lang blijft zitten. Een verzorgde textuur met Cica en Alanchon. Nou, dit is dus gewoon voor 100% een groene primer. Ik ga ervan uit dat hij nog dicht zit. Kijk, hij zit gewoon goed afgezeild. Maar ja, ik heb wel vaker groene primers gebruikt en op zich is het best wel lekker. Dus ik ben wel benieuwd naar deze hele vernieuwde variant. Even zoeken. Ja, dan heb ik twee nieuwe lipsticks. En ik werd alleen van die verpakking al heel erg blij. Kijk dan, dat ombre effect met dat paars en zwart is nog fantastisch. Dit zijn de nieuwe lipsticks. Ik heb hier allereerst de kleur 090. Het zijn de Shine Bond lipsticks. Dit is de Queen of Hearts. Het is een rode kleur. En ik vond het best moeilijk, want ze hadden best wel veel kleuren. Maar ik dacht, ik ga er gewoon in uitkiezen. Kijk, het leuke is, deze heeft dus allemaal ribbeltjes. Kijk, allemaal stipjes erin zitten. Het is dus een rode kleur. Ja, als je mij kent, weet je dat ik heel erg van rood hou. Ruikt niet echt heel speciaal of zo. Maar ik vond ze gewoon er zo leuk uitzien. Alleen die verpakking al. Toen dacht ik, nou, dan ga ik lekker voor twee kleurtjes. Ze zijn niet super goedkoop. Dus ik dacht, ik ga gewoon voor twee kleuren. Dus ik heb allereerst dus deze. Nou, de verpakkingen zien er verder gewoon allemaal hetzelfde uit. En ik heb dan ook de kleur 080. En dit is Scandalous Pink. En die is dus roze. Ja, dit vond ik ook een kleur die me heel erg aansprak op het plaatje. Dus ik dacht, nou oké, dan ga ik twee kleuren kiezen. En dat is dus een roze en een rode. Ik werd er wel heel blij van. En die verpakkingen zien er gewoon heel tof uit. En ik ben wel heel erg benieuwd hoe ze zullen bevallen. Dus dat zijn deze. Dan heb ik nog een Melting Kiss Gloss Stick. En ik heb deze in de kleur 030. Dit is Blushing Hard. Dus ook weer een rode kleur. Hier hadden ze ook best wel veel kleuren van. Maar ik vond deze er toch het leukste uitzien.
Dit is de verpakking, maar deze gaat dus een hele mooie glow geven als het goed is. Ik ga hem even proberen. Dat is altijd zo leuk, hè? Hoe ze dat doen, open te maken. Ja, ze hebben tegenwoordig... Wacht even. Dit gaat niet zo... Dat ik hem even open moet snijden, gewoon zelfs. Oh, ik heb hem. Maar dit ging niet fantastisch. Hij ziet er dus zo uit. En hij zou dus een hele mooie glow geven. Ja, uiteraard weer voor een rode kleur. Maar wat dus gewoon heel erg vervelend is, als ze die stickers tegenwoordig zo neerplakken, dat je gewoon eigenlijk nu niks meer kunt lezen. Dus dat wordt voor de foto's weer een beetje lastig, maar oké. Okay. Hè? Dat is deze. Blijf een beetje in de lipproducten hangen, want ik heb hier een Volume Extreme Lip Booster. Daar heb ik ook al meerdere van en dit was weer een nieuwe in de lijn. Het is de Sour Mood Booster. Die ziet er zo uit. Deze heeft een beetje een groene verpakking, zoals je kan zien. En dit is gewoon zo'n booster voor je lippen. En vaak zijn sommige best wel extreem, maar deze zag er best wel oké uit. Kijken. Zo. Trek hem gewoon al kapot. Trek gewoon. Ik krijg niet eens het ding er meer in. Volgens mij heb ik hem gewoon al gesloopt. Ja. Het stokje is dus afgebroken hierin. Dit is wel echt heel zuur, kan ik je vertellen. Dus ik kan je nu niet de applicator laten zien. Ik kan hier nu ook niks meer mee. Oké, dit gaat echt lekker. Heel goed dit. Dit was echt vreselijk. Maar goed, daar moet ik maar eventjes een nieuwe voor bestellen. Want hier kan ik dus echt letterlijk nu niks meer mee. Dus ik kan je niet laten zien hoe de applicator eruit ziet. Want dit was even een bummer. Omdat hij dus heel strak erin zat. En gewoon waarschijnlijk gewoon heel slap was. En dus afbrak. Dus ja, dat ging niet zo goed. Dan heb ik nog de Lip Lovin' Nourishing Lip Balm. En daar heb ik er 3 van. Dit zijn nieuwe lippenbalsems met een kleurtje. Ze zien er zo uit. Ik heb hier allereerst de kleur 020 Carrie Rose. En lippenbalsems met kleur zijn gewoon heel fijn. Want soms heb je gewoon een lippenbalsem waar je gewoon eigenlijk heel graag gebruik van wilt maken. Maar... overdag, maar dat je ook wat kleur op de lippen wil. Dus dan is een gekleurde lippenbalsem echt top. Die ziet er zo uit. Dan heb ik hier de kleur 010 Converting Kiss. Dat is ook een beetje een licht kleurtje. Die ziet er dan zo uit. Ook een beetje roze. Ze lijken heel erg op elkaar, maar het is dus echt wel een andere kleur. En dan hebben we de kleur 030 I Cherish You. En die ziet er dan zo uit. Die is weer heel donker van kleur. Ook wel weer een heel gezellig kleurtje hoor, moet ik zeggen. Ik word er wel heel blij van. Dus dat is die. Dan heb ik nog 2 nagellakjes. En ik heb hier allereerst de Pastel Top Coat. Dat is deze. Het is dus een topcoat met een roze kleur eigenlijk. Als ik het zo bekijk. Hij heeft de naam 01 Sassy Lassie. Klinkt best leuk. Dubbel dopje. Ziet er dus roze uit. Dus ik denk eigenlijk dat je hem ook gewoon als basiskleur kunt gebruiken. Want ja, als topcoat dit er overheen aanbrengt. Maar misschien wordt het wel gewoon een heel leuk effect hoor. Dus... maar als topcoat, ik vind ook wel dat die als basis kan. Dus dat is deze. En dan heb ik de Brave Metallic nagellak in de kleur 03 Million Dollar Baby. Dat is een blauw kleurtje. Vond ik er ook wel heel leuk uitzien. Want die kende ik eigenlijk nog niet. En die ziet er dan zo uit qua kwastje. Maar wel een heel vrolijk kleurtje. Ik werd er wel heel, heel blij van. Dat vond ik wel heel gezellig er ook uitzien. Dan heb ik een aantal nieuwe oogschaduwpalettes. En ik begin even met het Electric Rose Eyeshadow Palette. Dat is dit oogschaduwpaletten met hele leuke kleurencombinatie. En het zijn eigenlijk een beetje de vervangers van de vorige.
Dus deze ziet er zo uit. Ziet er wel heel leuk uit. Ook wel wat zachtere kleuren. Dus wel heel draagbaar. Ben ik natuurlijk super benieuwd naar. Dan heb ik de mokka variant. Ik moet eventjes kijken dat ik een beetje op een normale manier dat plasticje open krijg. Want dat is een beetje een dingetje. Want ze zitten best wel goed dichtgeseald. Wat natuurlijk hartstikke goed is. Maar wat niet heel erg makkelijk open maakt. Die andere had ik net zo open, maar wacht even. Het komt. Hebbes. Dat is het de Hot Mokka variant. Dat is deze. Ziet er ook wel heel leuk uit. Leuk vormgegeven ook. Nou, ga je nou weer dicht? Oh nee. Hebbes. Die ziet er dan zo uit. Met hele mooie kleurtjes vind ik zelf. Ik word er wel heel blij van. Ik moet ze even weer een beetje goed dichtplakken. Dan hebben we ook de Pure Nude variant. En die ziet er dan zo uit. Heel leuk kleurtje ook. Echt wel hele mooie kleurencombinaties vind ik het. Die ziet er zo uit. Leuk, leuk gekleurd ook. Heel mooi. Ik ben wel heel erg benieuwd ook naar de pigmentatie hoor, moet ik zeggen. En dan hebben we het de Dusty Matte variantje. Dat is deze. En die ziet er dus zo uit. Ook heel erg mooi. Echt wel hele leuke paletjes. Ik ben wel heel benieuwd, want ze hebben vaak van dit soort paletten uitgebracht. Daar was ik altijd wel heel erg fan van. Ik ben benieuwd naar deze. Dan heb ik nog een oogschaduwpalette. En dat is weer zo'n grote. Dat is een nieuwe. Dit is een Pro Desert Romantic Slim Eyeshadow Palette. Ziet er ook heel erg mooi uit. Deze heeft de naam 010 Destination Love gekregen. Het is dus weer zo'n groot palette met hele mooie kleuren erin. Er zit een spiegeltje in en dan zijn dit ongeveer de kleuren die erin zitten. Ik heb al vaker van deze paletten uitgetest en ik moet zeggen, ik was daar heel enthousiast over. Dus ik ben ook wel heel erg benieuwd weer naar deze, hoe deze zal zijn. Dus ja, ik ben wel weer heel erg blij met de producten van Cartelise die ik weer heb aangeschaft. Mocht je benieuwd zijn naar de complete nieuwe productenlijn van Cartelise, zal ik even de link van mijn blogkanaal in beeld neerzetten. Want daar heb ik een complete lijst staan waar je dus alle producten terug kan vinden. Ja, hier baal ik een beetje van dat ik hier niks meer mee kan, maar hier ga ik dus even een nieuwe voor bestellen. Zoals je ziet ook gaat er in het video opnemen wel eens wat mis. Ik ben eigenlijk wel benieuwd of jij al nieuwe producten uit de lijn van Cartelise hebt geshopt. Of dat jij ook ergens nog heel erg benieuwd naar bent. Ik vind het in ieder geval wel weer heel erg leuk dat ik de producten binnen heb. En ik ben heel erg benieuwd om hiermee aan de gang te gaan. Ik wil je voor nu in ieder geval gewoon heel erg bedanken voor het kijken. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je je gratis abonneren door op het rondje met mijn gezicht te drukken of op mijn kanaal zelf. Daar staat een rode button en daarnaast staat een belletje. En als je die aanklikt, krijg je een melding zodra er een nieuwe video online staat. Vond je deze video leuk? Doe zeker even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken en hoop ik je bij een volgende video te mogen zien. Doei!